Aan het begin van trainingsdag 2 op weg naar het nieuwe voetbalseizoen nam Philip Cocu uitgebreide tijd voor de drie jonkies in de selectie. Menno Koch, Clint Leemans op de rug en Rai Vloed. Ze werden wegwijs gemaakt. En verder was het toch een beetje de ochtend van Egid Kiesau. Als nummer 1, zorg dat je een beetje afstand houdt. En daar gingen ze, als een treintje achter elkaar. Want aan het begin van het seizoen wordt fysieke basis gelegd. Ook voor de jongens die misschien iets minder lang vakantie hadden, zoals Jeroen Zoet. Want hij maakte een deel van de voorbereiding van Oranje mee. En Jetro Willems, goed om te zien dat hij weer terug is na zijn knieblessure. Philip Cocu had een lange trainingssessie in gedachten. En dat werd het ook. Uiteindelijk met veel afwerken op doel en veel pasen en trappen. En dat afwerken zag er heel aardig uit. Zanka scoort op aangeven van Tamata. Rietsmeijer met rechts en Brenet met het hoofd. De mooiste kwam misschien wel op naam van Jeffrey Bruma. Op aangeven van spits Jurgen Locadia. Ook Mark van Bommel keek tevreden toe en zag dat misschien wel de mooiste bal er niet in ging. En meteen werd de kopbal van Koch vergeleken met die van Persie. Eerste afspraak voor een wedstrijd donderdagavond in Schijndel.